Ik kan een beetje smerig worden. Beetje hangen. Beetje risicootjes nemen. Beetje snel. Het is zijspanrace. Dat is de troon, maar wie ben jij? Ik ben Marcel Willemsen. Ben jij? Ik ben Daniel Willemsen. Dat wij kunnen, vind ik zelf, goed met de zijspan overweg. En dit jaar zijn we dan Nederlands kampioen geworden in de zijspancross en tweede in de WK. Wij gaan zo direct met jullie mee, hè? Is het nou een ongevaarlijke sport of niet? Dat wil ik wel even weten. Het is geen ongevaarlijke sport. Je kunt aangereden worden door een andere zijspan. Om de team te beschermen. We hebben vorig jaar een keer een wedstrijd gehad op een Duits kampioenschap. En zijn met start de vrijheid afgegaan. En het ging gewoon niet zoals wij wouden. We kwamen allebei op dat moment in het ziekenhuis terecht. Vinden jullie het zelf wel heel leuk of moesten jullie van papa altijd dit doen? Wij vinden het zelf leuk. Ja, zeker. Wij zijn altijd teruggekomen en altijd aan zeuren geweest tegen onze ouders van alsjeblieft, mogen we gaan crossen, mogen we gaan crossen. Hoe zei je dat tegen je ouders? Van papa, mag ik alsjeblieft crossen? Ja, papa, mag ik alsjeblieft op de motor? En hoe jij zegt, dan mag ik in het bakkie? Dan wil ik in het bakkie. Wat is dan moeilijker, het crossen of in de bak hangen? Ik denk dat het allebei even moeilijk is. Je kunt rijden, kun je niet zomaar in één keer doen. Dan moet je echt voor langdurig achter het stuur gezeten hebben. En in de bak staan doe je ook niet in één keer. Ja, het maar cross is toch veel leuker? Nou, ik vind het niet. Ik vind de naast hangen vind ik veel leuker. Je hebt gewoon veel meer dingen waar je moet doen, de motor corrigeren en zo. Het kost gewoon ook iets meer kracht en zo. Ik vind het gewoon veel mooier om te doen. Oké. Nou, ik wil alles leren. Wanneer moet je bijvoorbeeld gaan hangen en wanneer niet? Doe het eens voor. Je moet één voet daar. Kom je niet met je reet in het wiel? Ik heb de achterkant helemaal... Oh jee, mief. Ik ga het eventjes doen wat je net deed, hè? Dat was zoiets. Ja, je moet er inderdaad echt lenig voor zijn. Gelukkig heb je meegedaan met het Chinese staatsvirkus, hè? Dus wij gaan in het bakje zitten en jullie gaan rijden. Ja? Dan wil ik met jou, want jij bent normaal de rijder, hè? Dat is goed. Ja? Dat hoort mij niet, hè? Nou, maar jij zit normaal. Waarom je... Dan ga ik bij jou, maar jij kan me alles goed vertellen over hoe ik moet hangen. Precies. Het winnende team. Ja. Nou, is goed. Is nee, goed. Wacht even. Dan wil ik meteen, een wedstrijd kunnen achteraan plakken. Dat staat. Het staat. Nee, kom op. Dat staat. Dat staat. Ga jij. Dat staat. Daniel. Kom. Daniel. Luister. Jennifer. Wacht eens even. Meteen een wedstrijdje achter. Genoeg geoefend. Nee, jongens. Laten we een wedstrijdje houden. Ik ga Jennifer helemaal inmaken. Oké. We gaan het nu voor het echtje doen. Wedstrijdje, jongens. Ja? Waarom wordt het echt klaar? We hebben wie het eerst bij de finish succes. Is. Oh, succes, hè? Hey, dood, Jennifer. Ja.
gemaakt hoor. Dat is zo'n wedstrijd van. Je zit er zo druk te maken om te winnen gewoon. Niet normaal.